lieve Patatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En wij zijn op vakantie. Mijn Reggie zijn niks vermoedend aan het slapen. Niet wetende dat we ze zo onder de warme douche gaan zetten. Ik vind ze altijd zo leuk. Maar ja, ze gaan uit logeren, want wij gaan een lekker lang weekendje weg naar Luxemburg. Dus de hondjes gaan gezellig naar Elena, Sergio's zus en zwager uiteraard. Tussen de koeien. Gretje is de gelukkige, ze mag eerst. Ach, wat lief. Daar zal ze vast heel blij mee zijn. Hey mee, Gretje. Hey mee. Kom maar. Nou. Ja, zie je? Ze is... Gretje is een typisch gevalletje van blaffende honden buiten niet. Nee. Nou, blaft ze niet zoveel, maar ze gromt altijd zo. Ja. Het is wel een schatje. Het is wel een schatje, ja. Nou, Modi komt ook gewoon een kijkje nemen. Ik denk, oh, het staat me namelijk te wachten dadelijk. Je mag er alvast bij, Mo, als je wil. Ja, laat hem maar erin. Kom. Kom, Mo. Kom erbij, kom erbij. Zet je zorgen maar opzij. Een servetje om je nekje. Dat ken ik nooit. Nee, ik ook niet. Sergio die heeft zijn zwembroek even aangedaan. Daar ligt alles klaar. Ja. En Reggie ziet er ook uit alsof ze er heel veel zin in heeft. Ja, komt hij dan, hè? Ja. Dus ze blijft wel wel redelijk goed staan. Ja. Bij de oortjes. Nee. Dat vind je niet leuk, hè? Nee. Dat vind je niet leuk. Ah, het is wel praat. Ja, het is wel praat, hè? Laat het staan. Ze kijkt een beetje boos. Oké. Je bent lekker aan het roggelen, Mo. Dat heb ik gedaan. Komt omdat je alles vreet wat los en vast zit op straat. Ja. Daardoor komt dat. Ja. En dat deze altijd wel lekker ruikt. Lime en cacao butter. Het ruikt tenminste niet zo naar hond. Maar deze ruikt wel lekker. Mensen ruiken zelf zo snel naar hond. En die vieze rimpels de hele tijd. Dan maak je het elke dag schoon, hè, maar echt niet bij te houden. Ook omdat ze elkaar zo linken, denk ik. Ja. En dat ze zo braaf is, krijgt ze van mij een hele subtiele hondenmassage. Je lekker gewassen, moppie. Hier is de grote jongen aan de beurt. Blijft ook lekker rustig staan. Maar hij heeft ook duidelijk iets meer met plezier in. Maar is gelukkig altijd wel lekker rustig. Ik ga Reggie even onder de föhn doen. Ja. Maar ik ga nu een paar dagen weg. En volgens mij heeft het land een beetje een identiteitscrisis. Want ik kreeg echt 2 minuten geleden welkom in Luxemburg. En toen kreeg Ser. Welkom in België. Ja. En een minuut later kreeg ik welkom in Duitsland. Ja, dus hij weet niet meer.
Waar gaan we nou heen, jongens? Ja, waar zullen we nou een paar dagen naartoe gaan? Hoe denken jullie? Ik heb nog niet gekregen welkom in, zeg maar, in het land van waar we ook uiteindelijk echt naartoe gaan. Ja, maar ik wel. En volgens, ja, precies. En dus als we goed hebben opgelet. Volgens mij zijn we daar al wel voorbij gekomen. Spannend. We weten zelf ook niet. Volgen de navigatie. Maar Sicilië heeft dus ook een beetje dit soort landschappen. En daarover gaat het verhaal dat God in een lacherige, dromerige bui was. En daarom alle heuvels heeft gecreëerd. Alleen in Sicilië? Ik weet dat het verhaal in Sicilië geldt, maar als ze dat hier ook denken. Maar ja, het is maar net wat verhaal je ervan wil maken. Misschien zeggen ze hier wel, God was boos en toen heeft hij allemaal heuvels gemaakt. Ja. Zodat je... Hij dacht, ik raffel het gewoon normaal. Ik krijg wel altijd last van die... Ik heb wel altijd last van die kraakoren, ja. Oh, dat ik niet kan klaren. Hallo. Het was bijna een spiegeltje eraf. Hebben jullie er ook altijd zo snel last van? Ik heb er wel vrij snel last van. Jij? Jij valt wel mee, toch? Normaal gesproken. Ja, valt wel mee, ja. Waarschijnlijk omdat mijn oren ook niet zo heel goed functioneren. Dat zeg jij altijd. Nou, we moeten nog even een kwartiertje inmiddels. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Ja, de auto maakte net ook echt een heel raar geluid. Even serieus. Ja, we hebben dus voorzichtig. 3 uur gereden. En een aantal keer gestopt om te plassen. En toen gingen we zo daarnet. Toen gingen we daarnet. We gingen net plassen. En toen startte ik de auto weer en toen had hij een beetje moeite. Dat is ook een beetje raar. Ja, ik weet alleen niet of het nou daar was, dat het zo vreemd rook op de auto. Maar ik denk dat het arme beestje een beetje moeite heeft. Hij doet zijn best. Hij doet meer dan hij zou kunnen waarschijnlijk. We zijn er over 13 minuten, dus als we aangekomen zijn... Als hij daarna maar wel weer start. Mooi hotel, ja. Nu een gezellig uit. Dit ziet er al wel leuk uit, hè? Alleen... Dames en heertjes, we zijn gearriveerd. Dat is onze kamer. Oh ja. Wauw. Die lijst is vies. Maar naar een zeer aardige en grondige uitleg over het wel en wee van het restaurant, van het hotel, weet het, Chateau. Chateau Auberge. Derde zij, maar dan andersom. Kastruim. En een badje. En hier is het toilet. En daar zit René. René, wat zullen we gaan doen? Even trantje zoeken. Dag, je man. Hey, buurvrouw. Ik heb een suikertje voor me. Moment. Wat? Karakteristiek, hè? Yeah? Ja, ik hou er wel van. Dus, welkom kennis gemaakt met onze kamer. En nu gaan we ons eventjes
klaarmaken om Dorpje te verkennen. Vind ik een goed plan. Ciao. Mijn Instagram werkt niet mee. Oh, echt. Lekkere sperrips. Ja, het is toch mijn dingetje een beetje. Hè? Ik moet gewoon overal waar ik kom, wil ik gewoon sperrips proeven. Ik heb een chicken, een ragout. En dit is onze uitzicht. Super gezellig. Een beetje zoals de film van Johnny Depp. Dan gaat hij chili con carne eten. En dan is het zo lekker, als het te lekker is, dan moet hij de kok vermoorden. Want anders is het niet meer in balans, als het overal lekker is. Oké, nou ik hoop dat het niet al te lekker is dan. Eet smakelijk. Wild Wild West. Once upon a time in the West. Nee, dat was hem ook niet. Kom ik op terug. Smakelijk eten. Daar hebben we net gegeten. Dan gaan we een avondwandelingetje doen. Ja. Hoe vond jij het eten, Poppie? Het was gaar. Het was goed gaar. Het was heel gaar, het vlees. De kaas stond dat het gemarineerd was. Ik vraag me nog steeds af met wat. Maar het vlees was gaar. Ja. Mijn ragout die vond ik een beetje zout uitgevallen. Dat zeg ik niet snel, maar Sergio vond van niet, dus dat kan aan mij liggen. Ik denk dat jouw smaakpapillen een beetje over actief zijn op het moment. Laat proeven. Dus ik ben op een gegeven moment, nou ik heb maar heel klein beetje... Spuug je nou in mijn gezicht? Je spuugt in mijn gezicht. Maar ik heb gewoon maar... Oh, hey. Wel met zijn fitnessen. Ja, maar die zal wel niet heel goed zijn als die vrouw... Nee. Maar... Waar is het gewoon? Sportschool? Wat zou ik zeggen? Zou het zijn als ik nou gewoon zo stief van zo en dat ik niet vooruit kijk dat ik gewoon ineens het water in loop zit? Doek! Wat was dat? Maar wat wil ik zeggen? Ja, dat weet ik niet. Dat ik maar een heel klein beetje heb laten staan en toen ben ik overgegaan op de salade. Ja, dat was ook wel een... Dat was wel even verrassend, hè? Wow, ja. Je hebt me verrast vandaag. Geen toetje? Nou... Maar ja... Wordt al dik genoeg. Kijk dan. Oh, kijk dan. Poppie. Jezus. Ik lijk gewoon vet. Het is dat de mensen het weten. Maar even serieus. 14 weken, schat. Oi, oi, oi. 14,5. 14,5? 14. 14,5? Gaat zo snel? Nou ja. Rond de 14. Ik ben 6 maanden. Soms heb je van die momenten, ben je een weg aan het maken, dan denk je, nee, toch maar niet. Dus stop er maar gewoon mee. Het slaat toch nergens op. Ja, en ik ben aan het kijken van, ja, heeft er dan misschien wel iets geleken ofzo? Misschien was het einde van een tram ofzo? Of maar ja, als je dan hier iets verder kijkt, zie je ineens een... Een death pool. Een pool. Misschien was het ooit een whirlpool. Dit is echt zo'n gemeen ding, dat je er gewoon ineens echt helemaal aan wegzakt. Hij zit echt verstopt. Met zo... Dat hij ineens ook knijterdiep is. Ja. Ja, zoals van die home video's. Hij heeft geen stok. Nee. Ja, bijzonder... Bijzondere manier van werken is dit wel. Lijkt wel Italiaans. We zijn in het centrum van Luxemburg. En ja, was goed gevonden. Goed bereikbaar ook. Geparkeerd. Mooi uitzicht ondertussen. Ja, best leuk uitzicht allemaal. En het parkeren was 2 euro per uur. Dus dat is ook niet heel gek. Alleen verder hebben we nog niet veel gezien. We gaan eerst even een lekker plekje opzoeken om een broodje te eten of zo. Ja. Wel leuke winkeltjes.
En veel merkwinkels. Imperio, Gucci, Cartier. Ja, zijn leuke naampjes inderdaad. Ik heb even lunch met een vriend. Lekker broodje, baby. Probeer dit gezellig samen. Ja. Is me lekker aan het strelen, lekker aan het kietelen. Dus eigenlijk ga je gewoon een beetje vreemd met hem bij. Ja. Wow, oké. Okay. Hij komt ook gelijk in de aanval. Hij zit gewoon op je scherm nou. Hij heeft echt schijt, jongen. Een klein stukje buiten het centrum vind je hier ineens een... Weet het niet wat het is, maar het is wel mooi. Ik denk oud historisch binnenstad. Binnentuin. Binnentuinstad. Historisch. Nee, we weten nog niet wat het is hier, maar hier loopt even de Luxemburgse PC Hoofdstraat uit. En dan zie je ineens dit stukje mooie natuur. Ja, natuur en... Zit je er mooi bij, schatje? Mooi allemaal, baby. Ik waam me een beetje in een sprookjesland. Is een. We hebben daar opgelopen. Hij zit niet. Een beetje donker. Alles beter. We hebben nu een foto van die brug boven en dat we erop gelopen hebben en nou van onderen. Nee, het is echt super mooi. Het is echt heeft gewoon alles. Bruggen en oude gebouwen en nieuwe gebouwen en een tof winkelstraatje en natuur. Natuur. Over een nature, dit is nog groot. En we kwamen net nog net een aardige Amerikaan tegen die foto's van ons wilde maken en daar gelijk weer mee een praatje gemaakt. Ik vind het wel leuk hier hoor. Ja, het is echt heel mooi, allemaal mooie plekjes. En dat op naar 4 uur rijden van Den Haag. Ja. Ja toch? Eigenlijk wel, ja, je bent echt gewoon in een hele andere wereld. Terwijl en het super, toch... super internationaal, ik heb alles gehoord gewoon. Ja. Frans, daarvoor lopen Sicilianen. Gek volk. Gek volk, snap je? Eerst moest hij eten. Toen moest hij pipi doen. En toen wilde hij ijs. Ja, dat stond ook wel goed, hè? Ja, klinkt wel. Nou, die chocolate muffin, die hebben we er wel afgelopen inmiddels, vind ik. Nou, ik voel dat die aanklopt. Van naar buiten. Geeft hij al kopjes? Helemaal niks voor mij om dat te zeggen. Vrouwen, alleen vrouwen met kinderen die mogen die kant op. De mannen die moeten daarheen. Ze hebben hier wel van die gekke dingen, hè? We waren dus net in de parkeerplaats. En ik zweer het je dat je echt denkt, Luxemburg, are you kidding me? We waren gewoon parkeerplaatsen voor vrouwen. Je bent een geëmancipeerde vrouw of niet? Maar gewoon echt zo van, zijn de parkeerplekken groter gemaakt of zo, weet je wel? Ja, ik denk dat ze gewoon dichter bij de uitgang waren. Dat ze daarom... Omdat vrouwen altijd moeten piezen en dat ze wel naar buiten moeten. Klopt wel. Jij bent anders aardig op schema inderdaad. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Weer het record aantal plassen per dag. Ja, dat was al niet weinig, maar dit is wel een recordje, ja, dit weekend. Kijk, dat is pas skaten met een view. Hey. Hè? Vanuit de natuur in de urban skatepark. Huppakee, kijk een wheelie. Hij pakte even zijn momentje toen hij viel, maar nu gaat hij door. Alsof er niks gebeurd is, had zijn plaats. En jump. Kijk jongens, dit bedoel ik nou.
weet niet hoe goed je kunt zien. Ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar dit was echt net een heel klein stukje. Parkeerplek voor vrouwen. Naast de gehandicapten. Naast de gehandicapten. Volgens mij rijd ik naar een pion of zo. Oh my god. Nee, net niet voor. Het is lekker druk. Ja. Oké, okay, even kort. RTL Boulevard redactie heeft ons gisteren benaderd of dat ze ons filmpje mochten gebruiken van de miskraam. Of in ieder geval dat wij dus vertellen in onze vlog dat René een miskraam heeft gehad. Waarop wij natuurlijk ja hebben gezegd. En de reden dat ze het wilden gebruiken was omdat ze het taboe van miskramen weg wilden nemen. En daar gaan ze het dus over hebben. Van de vrouwen dondert plotsklaps van de roze wolk als ze een miskraam krijgen. Maar toch is het anno 2018 nog steeds... Hé, hey, daar ben je, baby. Zo merken ook journalisten dat ze... Geen rare move, want veel... Hé, kijk, we staan er boven in beeld. Zo heel kort. Ik heb het verkeerd gegeten. Nou, baby, we hebben onze 2 seconds of fame gehad voor vandaag. Ik heb er honger van. En laten we maar eens even lekker gaan eten. Ja, maar... Maar? We hebben gelijk al, ik geloof, 4 reacties van mensen die het gewoon ons gespot hebben. Ik vind het echt mini stukjes waren. Ik vind het heel knap, inderdaad. Ja. Gewoon, dat is super cool. Ja. Ja, toch? Ja, toch, kleintje? Ik praat nu tegen mijn kont. Oh. Of ik denk dat jij een hele grote kont hebt. Ontzettend leuk. Ik dacht dat het jouw buikje was. Daar ligt je tegenaan. Oh, kom, we gaan eten. Ja, ik heb honger. Welkom bij een nieuwe video van Alles Kan op zaterdag. Goedemorgen. Jezus, ik moet gewoon moeite doen om te blijven staan. We zijn vandaag bij het Château van Vianden. Het grote kasteel. Het zal ongetwijfeld hebben gediend als vestigingsfort en beschermingsmuren van oude centrum. We lopen nu hier omhoog, maar beneden lopen allemaal nog oude muren. Eigenlijk tot helemaal beneden waar wij slapen. Echt, Slot Loevestein is er niks bij. Iets te veel zon om goed te zien. Maar we klagen niet. Nee. Nee, met het zonnetje vandaag helemaal niet. Oh, dit is zo vet. Sergio is in zijn element, hoor. Ik denk alleen maar god voor de god voor de god. Nee, ik valt dan niet. Oeh, een kikkerboegaatje. Dan kikken dat je die muren die zijn gewoon duizenden jaren geleden gebouwd. Ja, misschien weer een duizend. Ja, ik vind het bijzonder, ja. Oh, kijk, zo is beter te zien. Ik ben benieuwd wat de entreeprijs 7 euro. En dan kwam ik net met het idee, nou ik vind het wel leuk om dan zo met zo'n kabelbaan of weet ik voor het heen naar beneden te gaan. Wat denk je? Gesloten. Nee, dat was dat niet. Wel? Ik ging over die tree climbers. Er was een kras om in bomen te klimmen. Maar volgens mij stond er ook met dat met plaatje met dat je zo naar beneden kon. Ach ja, nou ja.
Een beetje gaar nou. Ja, hè? Dat is wel lekker. Dit was heerlijk. We wilden dus het kasteel gaan bekijken van binnen. Dat bleek intrede te kosten. Nou was het geen schrikbaar bedrag, maar ja, van dan een kasteel van buiten te zien. Eigenlijk speciaal genoeg. Ja, en binnen staan er natuurlijk oude meubels en we hadden wel een mooi viewtje gehad, maar we vonden het hem niet waard. Dus toen zijn we doorgereden naar Mondorf. Mondorf is ja, eigenlijk heel Luxemburg door. En dan kom je dus uit op een soort spa-centrum. Wellness. Ja, het is gewoon een dorp inderdaad. Ja, eigenlijk kun je gewoon alle behandelingen hier doen. Van massages tot verschillende. Ja, want we weten het allemaal, osteopaat zit er. Gezondheid. Spa, wellness en fitness. En een hotel. En eten. Eigenlijk voor de mensen die een beetje bekend zijn met Sanadoom. Zoiets. Maar dan tegen de Franse grens aan, eigenlijk. Het is wel echt even lekker. Toeven. Dus wij zijn herboren. Energized. Een beetje, energized. Ja, dat moet nog komen dan. Inkakker. Ik ben wel lekker zacht. Ja, lekker zacht. Goed voor de bloedsomloop, zo. Baby. Ja, dus we gaan nu weer lekker terug rijden, denk ik, hè? Ja. Rustig aan. Rustig aan. Toen waren we ineens in Frankrijk. Oui, oui. Oui, oui. La vache crie. France du Nord. Noord-Frans. Ja, in ieder geval het noordelijke Frans. Zelfs het Nederlands lukt het niet. Noordelijke deel van Frankrijk. En TripAdvisor gaf een heel mooi kasteel aan. Château de Grange. En ik zag net op het bord dat hij waarschijnlijk zeer binnenkort dicht gaat. Als in. Nee. Château de la Grange. Ja, het ziet er wel goed uit. Zo, mooie plekken allemaal om foto's te maken. Mijn kledinglijn begint. Alleen maar om gewoon hier foto's te maken. Een scheetje geluid. Oh. Oh, bijzonder. Zorgen dat ze ineens die gate dicht doen. Dat ze ineens de honden loslaat. Als jij nou even in een bootje gaat zitten daar, zo. Er zijn hier echt mooie tuinen. Hello. When I'm with you,